Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Beetje geluk en daar is de goal al. Het kon niet blijven duren. Voortdurend balbezit van Real Madrid. Voortdurende druk. Het was zoeken naar het gaatje en eigenlijk vinden ze dat nog vrij makkelijk. Het was geen onhoudbare bal, zeker niet. En Trubin zat er nog wel bij, maar niet voldoende. Nou, we hier de 1-2 doen. Nu het mislukt helemaal en eigenlijk moet Trubin die bal toch hebben. Zie dat. Hij onverwacht trapt, hè. Krijgt de bal terug, moet hem nog even klaarleggen. Een klein stapje naar rechts, waardoor dat hij gewoon te laat komt. Rodrigo, Benzema, toch meteen naar Vinicius gekund. En die verliest ook weinig tijd, maar zijn voorzet komt op Konoplia terecht. Nog eens proberen, schitterend gedaan. Prachtige actie van Vinicius Junior. En je voelt aan alles dat ze... Dus bijna beschouwen als een trainingswedstrijd. Zo weinig weerstand is er van de Oekraïners. Ja, hier tussen de twee, tussen Svet en Konoplia. Mooie beweging. En dan is het uithalen en staat Bondar in de weg. Gelukkig voor Shakhtar. Dat is altijd makkelijk. Valverde, goede diepgang. Benzema, Rodrigo is mee, opnieuw Valverde. Die kiest toch weer voor de paas. Benzema en Trubin. Deze keer wel Trubin. Real Madrid komt aan met sprekend gemak aan kansen. Ja. Zo makkelijk die bal kwijt. Ik weet, het is niet makkelijk op Real, maar als je hem zomaar terug afgeeft, dan wordt het wel heel moeilijk. Real Madrid spelenderwijs. Fantastische goal, fantastische goal. Afgemaakt door Vinicius Junior. Maar de opbouw ernaartoe, die was fantastisch. Door het centrum. Mooi opgespeeld van Rodrigo. Juiste moment meegeven aan Benzema, terugkrijgen. Juiste moment diep spelen naar deze man. Benzema. Waarom niet nog eens een keer proberen? Ja, Trubin weer een onzekere tussenkomst. En dan wordt hij bijgestaan op de lijn door een ploegmaat. Anders was het gewoon 3-0. En kijk eens, een echte doelkans en een goal zelfs voor Shakhtar Donetsk. En het staat plots 2-1 in plaats van 3-0. En deze Carlo Ancelotti, die maakt zich eigenlijk terecht druk. Voorzet Mikhailichenko, afwerking heel erg knap. Aanvankelijk veel ruimte ook voor Mudryk om aangespeeld te worden. Wat een perfecte voorzet. Hij doet dat knap. Hè. De bal is achter hem. En hij raakt hem op zijn scheen. Hij scoort met zijn scheenbeen. Alaba. Alaba nog. Benzema. Dat duurt te lang en dan niet de 3-1 van Vinicius Junior. Nou, ik zag die bal al in de winkelhaak gaan. Mikhailichenko had hem in één tijd moeten trappen. Maar maakt er nog wel iets goeds van. Petriak. Dat duurde te lang en hij die bal goed voor zijn rechter kreeg. En daar was al zo'n grote kans voor Shakhtar. Hier is Carvajal met een vreemde voorzet. Valverde even vast. Vinicius plaatst. En er zit echt te weinig gif in die bal.
En dan Benzema plaatst hem, maar plaatst niet goed genoeg. Ja, dat zijn toch ook weer een flink aantal kansen na de rust voor Real Madrid. Maar nog altijd niet de beslissing. Hier is Benzema. Daar kan je natuurlijk ook op vertrouwen. Benzema. Ja, Valverde en dan toch Asensio. Nee, de paal voorkomt de 3-1. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.